We gaan eraan beginnen, hè? En iedereen, van harte welkom vanavond op deze tweede webinar voor jullie buurt over de Oosterweelwerken die vanaf dit najaar starten. En we gaan ook een update geven over de plannen voor de bypass. Mijn naam is Anke Dallewijn, ik ben communicatieadviseur bij Landis. En ik geef dadelijk het woord aan mijn collega's Nathalie en Wouter, beide projectingenieur en projectleider van dit projectonderdeel, ook bij Landis. En sommigen van jullie zullen hen misschien wel al kennen van de vorige webinar, die we in maart voor jullie hebben opgezet. Wie er trouwens in maart ook bij was, zal vandaag misschien niet zo heel veel nieuws horen, maar een tweede ronde kan soms wel wat nieuwe inzichten geven en mogelijk zitten jullie ondertussen ook met nieuwe vragen en die willen wij graag vanavond voor jullie zoveel mogelijk beantwoorden. Jullie kunnen die vragen tijdens de presentatie zelf stellen. En we willen jullie daarvoor vragen om de Q&A-functie te gebruiken. Die vinden jullie onderaan het scherm naast de chatfunctie. Maar we zouden ze graag allemaal groeperen bij de Q&A, zodat wij er een goed overzicht op kunnen houden. En dat maakt het gemakkelijker straks om ze te overlopen, groeperen en zo goed mogelijk te beantwoorden. Hoe gaan wij die beantwoorden? We gaan een deel schriftelijk ineens tijdens deze sessie beantwoorden in die Q&A-functie. En een deel nemen we mee naar de vragenronde op het einde van deze sessie, dus na de presentaties. En vragen die iets complexer zijn of waar we nog wat extra opzoekwerk voor hebben of die minder met het onderwerp van deze avond te maken hebben, die nemen wij mee. Daar gaan wij een schriftelijk antwoord op geven na deze sessie en dat komt allemaal online. Trouwens, alle vragen die vandaag gesteld worden, of dat ze nu beantwoord worden tijdens deze sessie of niet, die gaan we allemaal groeperen en oplijsten. En die krijgen allemaal hun antwoord, die komen allemaal op onze website. En jullie ontvangen daarvan nog een e-mail met een link naar dat document. De sessie zelf die wordt ook opgenomen, dus wie dat er vandaag niet bij kon zijn of als je het nog eens graag rustig opnieuw wilt bekijken, dat zal kunnen. En we sturen dus ook een link naar die presentatie later deze week of een van de volgende dagen. Dan geef ik nu het woord in de eerste plaats aan Nathalie. Dankjewel, Anke. Goedenavond allemaal. Ik ben Nathalie Waterplas. Ik ben projectleider voor Landis. En ik zal jullie samen met mijn collega Wouter een woordje uitleg geven over de Oosterweelwerken en dan meer in het bijzonder de bypass. De agenda voor vanavond. Ik zal eerst even toelichten. Wat wordt er gebouwd? Wat is nu het eindbeeld, die Oosterweelverbinding? Hoe gaat die er nu uitzien? Waar willen we naartoe als eerste puntje? Dan het tweede puntje, het verloop van de werken. Hoe komen we daartoe? Welke stappen gaan we zetten om tot dat eindbeeld te komen? We gaan daarvoor een tijdelijke snelweg bouwen en dan ook de nieuwe snelweg bouwen. Dan is er een derde puntje over de impact van de werken. En tot slot is er de vragenronde. Wat wordt er gebouwd? U ziet hier een plannetje van de bestaande situatie rond Antwerpen. Dus dat is eigenlijk een stratenplannetje van de situatie zoals ze vandaag is. U ziet dat de ring niet gesloten is, de ring rond Antwerpen. En dit is dan wat we willen doen met de Oosterweelwerken. Dus het geel en het oranje is wat we nieuw gaan aanleggen. En u ziet dat we eigenlijk de ring gesloten gaan maken. Dus hier op linkeroever, we maken eerst een nieuwe verbinding onder de Schelde, de Scheldetunnel. Hier komt een nieuw knooppunt, het Oosterweelknooppunt. En dan hebben we hier opnieuw tunnels, de kanaaltunnels met aansluiting naar A12, E19 in het noorden en E34, E313 in het oosten. De ring wordt volledig verdiept aangelegd, dus in een sleuf. En er zijn stukken die ook onmiddellijk overkapt worden. Dus de oranje stukken zijn de stukken die tunnels of overkappingen worden. De gele stukken zijn de stukken die open sleuven blijven. Hoe zal de ring er dan uitzien als we klaar zijn? Dus dit is een beeldtocht van het Sportpaleis. Je ziet hier rechts het Sportpaleis. Hier is Schijnpoortweg. Dus zoals gezegd, de ring wordt ingesleufd aangelegd. Dus je ziet hier de ring in een verdiepte sleuf. En er komen
ogenblikkelijk al een aantal overkappingen. Bijvoorbeeld hier ter hoogte van het Sportpaleis wordt al een grote overkapping voorzien. En ook verder naar, aan de IJzerlaan wordt ook al een overkapping voorzien. Er komt ook een bermenlandschap om de gedeelten die niet overkapt worden, de gedeelten die ingesloofd worden, worden afgeschermd van de wijken door een bermenlandschap. Dat is, wat u hier ziet en ook langs deze kant. Dus bermenlandschap langs de open delen van de ring. En hier Schijnpoort wordt opnieuw ingericht. Dus er komen nieuwe opritten, op- en afritten ook van en naar Nederland. Dus aan Schijnpoort komt een volledig op- en afrittencomplex met op- en afritten in alle richtingen, zowel richting noord als richting zuid. De ring bij de Slachthuislaan, dit is de situatie vandaag. Dus je ziet hier de fietsbrug, Fietsbrug-IJzerlaan. Hier, dit is uiteraard het viaduct van Merksem. Hier het Loopbrugdok en dan Slachthuislaan-IJzerlaan. Dus de huidige situatie. En dit is dan de situatie na de werken. Dus opnieuw ziet u hier de ring die verdiept aangelegd wordt, dus ingesleufd. U ziet hier in het, ja, zo'n beetje grijs de wanden. Bovenop die wanden komen dan ook nog eens milieuschermen om de impact verder te milderen. En dan hier, ter hoogte van de bocht van de IJzerlaan, Slachthuislaan, wordt ook al een overkapping voorzien. En verdwijnt de ingesleufde ring eigenlijk in tunnels. De ring bij Schijnpoort vandaag. Dus opnieuw eerst een beeldje van de huidige situatie. Hier is de Bisschoppenhoflaan. Ten Ecovelei richt hier achter de Bomenrij. Schijnpoortweg en de Slachthuislaan hier. En dit is dan de situatie na de werken. Dus dat is opnieuw die kap aan het Sportpaleis, die ik daar straks al even kort liet zien. Ook hier een ingesleufde snelweg. Dus die verdiept wordt aangelegd met daar die milieuschermen op. En zoals gezegd, aan Schijnpoortweg komen op- en afritten zowel naar het noorden als naar het zuiden. Nu, die op- en afritten sluiten niet aan op Schijnpoortweg zelf, maar sluiten hier iets verder aan op de snelweg. Dus vanaf Schijnpoort neemt u de verbindingsweg en dan kan u hier de snelweg zowel van en naar het zuiden op. Nu, in dit plannetje ligt die verbindingsweg nog hier aan deze kant, ter hoogte van de woningen aan Ten Ecovelei. Dat is omdat het printje nog niet is geüpdate. Maar er is een nieuw ontwerp gemaakt waar dat die verbindingsweg eigenlijk aan de andere kant van de snelweg komt, tussen de waterzuivering van Aquafin en de nieuwe snelweg. Dus dan rijdt u van hier Schijnpoort de verbindingsweg en dan kan u hier op- en afritten van en naar het noorden en het zuiden. Dus dat is wat ik net heb toegelicht. Die nieuwe verbindingsweg ligt nu langs deze kant. Dus tussen de waterzuivering en de nieuwe snelweg. Nog een beeld van de situatie na de werken. Dus langs de ring wordt dat bermenlandschap, die groene buffer, voorzien. Die ook alle ringparken met elkaar verbindt. Dus bijvoorbeeld hier het ringpark ter hoogte van het Sportpaleis wordt ook door die groene buffer verbonden met het ringpark hier ter hoogte van de IJzerlaan-Slachthuislaan. Er wordt een netwerk van fiets- en wandelpaden in voorzien en de exacte uitwerking van die overkappingen en van die ringparken wordt nu uitgewerkt door de ringparkontwerpers samen met de stad en de intendant. Dus die bekijken nu de exacte inrichting van die parkgebieden. Het verloop van de werken. We voorzien eigenlijk 5 grote stappen. Dus hier ziet u het bestaande viaduct van Merksem liggen. We gaan eerst enkele voorbereidende werken doen. Vervolgens gaan we een tijdelijke bypass bouwen voor het verkeer. Dan kunnen we de bestaande ring afbreken en starten aan de bouw van de nieuwe ring. Als de nieuwe ring gebouwd is, rijdt het verkeer op de nieuwe ring en kan die tijdelijke bypass afgebroken worden. En dan kan tot slot ook de omgeving afgewerkt worden. Ik zal die stappen, ik weet dat dit heel high level is, ik zal het eventjes meer in detail toelichten. Er komen nog enkele meer gedetailleerde plannen aan. Dus eerst die voorbereidende werken. Daaraan zouden we willen starten in het najaar van dit jaar. Dat gaat over verplaatsen van nutsleidingen. Ook bijvoorbeeld ter hoogte van Schijnpoortweg moeten een aantal nutsleidingen nog verplaatst worden. En al de aanleg van een aantal zijwanden van de verdiepte ring. Dan starten we aan de bouw van de bypass. Dus hier in het roos aangeduid is de locatie van de nieuwe bypass. De bypass is een tijdelijke snelweg naast de bestaande snelweg. Die wordt aangelegd aan de oostzijde van de ring. En die zal 3 rijstroken hebben naar het zuiden en 4 naar het noorden. Hij start hier helemaal in het noorden van ons projectgebied, ter hoogte van de Mazurebrug. En loopt helemaal tot aan het kruispunt E34-E313.
Hij komt ongeveer te liggen op dezelfde hoogte als de bestaande ring en er zal overal een snelheidsbeperking van 70 km per uur gelden. Op het moment dat de... dus in de eerste fase rijdt het verkeer nog op de bestaande ring. En dan wordt de bypass gebouwd. En als de bypass in dienst is, als de bypass klaar is, switcht het verkeer dan naar de bypass. Waarom is die bypass nodig? Waarom is die tijdelijke snelweg nodig? We gaan eigenlijk onze nieuwe snelweg bouwen in dezelfde zone waar nu reeds de bestaande snelweg ligt. Dus die nieuwe verdiepte sleuf en die overkappingen die ik in het begin heb laten zien, komen op dezelfde locatie te liggen als waar nu het viaduct van Merksem onder andere ligt. Dus we moesten een oplossing vinden om het verkeer toch te laten rijden en toch een deel van de bestaande snelweg af te breken, zodat we de nieuwe snelweg konden bouwen. We hebben dan gezocht naar een oplossing en heel belangrijk daarbij was dat we het verkeer toch maximaal op de hoofdwegen wouden houden. We wouden zeker niet een deel van de bestaande snelweg afbreken zonder een alternatief te voorzien, want dan zou het verkeer zich enkel verspreiden door de wijken en op het onderliggend wegennet. Dus daarom is er voor geopteerd om een bypass te bouwen, dus een nieuwe tijdelijke snelweg waar het verkeer op kan. En dan kan een deel van de bestaande snelweg afgebroken worden. Op die manier creëren we ruimte voor de werf. Hè. Dus we breken een deel van het bestaande viaduct van Merksem af en de aannemer krijgt plaats en ruimte om die nieuwe verdiepte sleuf aan te leggen. We beperken op die manier ook het aantal fases. Hè. Dus we vermijden dat het verkeer te vaak van fase moet wisselen, want dat zorgt ook altijd voor onveiligere situaties. We houden de impact op de omgeving beheersbaar, hè. Ook opnieuw omdat we die stabiele situatie creëren. En ook natuurlijk belangrijk, we verlagen de kosten en we kunnen ook de bouwtijd heel sterk inkorten. Dan als de bypass in gebruik is, kunnen we een deel van de bestaande snelweg afbreken en kunnen we ook de nieuwe verdiepte snelweg bouwen. Dat wordt dan het groen worden dan de werfzones. En dan, van zodra de nieuwe snelweg klaar is en het verkeer op de nieuwe snelweg rijdt, kan uiteraard die tijdelijke bypass afgebroken worden. En dan wordt de ring in gebruik genomen en dan wordt de bypass hier in het paars afgebroken. En tot slot kan dan ook de afwerking van de omgeving gebeuren. De aanleg van de bypass. Waar komt die bypass dan precies te liggen? Dit is nogal een technisch plan. Daar ben ik mij van bewust. We hebben hier ligt de fietsbrug IJzerlaan. Dus hier ligt het Albertkanaal met de bocht in het Albertkanaal. Hier de fietsbrug IJzerlaan over het Albertkanaal. We hebben hier het Loobroekdok liggen. En hier dan helemaal op de kant ligt het Sportpaleis. Dit is hoe de bypass er zal uitzien in de zone het dichtst bij Wijkdam. Dus wat we doen is een nieuw tijdelijk viaduct bouwen aan de oostkant van de bestaande snelweg. Dat is dit eigenlijk, wat hier het bovenste op het plannetje is. Is een nieuw tijdelijk viaduct. Daar zal het verkeer richting het noorden op rijden. Het verkeer richting het zuiden zal rijden op één helft van het bestaande viaduct van Merksem. Dus het stuk van het viaduct van Merksem dat het dichtst bij het Albertkanaal ligt, blijft behouden en zal dienen voor het verkeer richting het zuiden. Dat wil zeggen dat het stuk van het viaduct van Merksem dat het verst van het Albertkanaal ligt, hè, waar nu het verkeer richting zuiden op rijdt, afgebroken zal worden. Dus het onderste, hier op het plannetje, het onderste stuk of het meest westelijke stuk van het viaduct van Merksem zal snel afgebroken worden. En op die locatie wordt dan de werfzone voor de nieuwe verdiepte snelweg aan te leggen. Hoe zal die werfzone eruit zien als we die bypass gaan bouwen? Dus wat hier eigenlijk allemaal in het bruin is aangeduid, worden allemaal werfzones voor de aannemer. Dus die worden volledig ingenomen als werfzone. Een van de eerste dingen die we gaan doen is polderwanden aanleggen. Dat is wat u hier ziet in die dunne zwarte lijn. Hier, dat zijn eigenlijk nieuwe polderwanden. Dat zijn nieuwe definitieve wanden voor de definitieve snelweg. De definitieve verdiepte snelweg in aan te leggen. Die definitieve wanden moeten eerst aangelegd worden omdat die ook onder de bypass komen te liggen. Dus dat is wat we gaan doen in een eerste fase. We voorzien ook een aantal werfwegen. Wat u hier in het grijs ziet zijn werfwegen, dus enkel voor werfverkeer. En dan gaan we in die zone ook de nieuwe bypass beginnen bouwen.
Hier ziet u nog op de foto een voorbeeld van een bentonietcentrale. Er zijn voor die polderwanden bijvoorbeeld aan te leggen een aantal bentonietcentrales nodig. Er is er één ingeplant hier. Achter de IJzerlaan. En er is er eentje ingeplant hier momenteel ter hoogte van Olsim. Die polderwanden, wat is dat juist? Dus ik heb gezegd dat zijn eigenlijk de nieuwe wanden, dat zijn heel diepe wanden, de nieuwe wanden van de verdiepte snelweg. Die worden uitgegraven in de grond met hele grote kranen. U ziet hier zo een voorbeeld van zo'n diepwandmachine. En met een grote grijper worden er eigenlijk diepe sleuven in de grond uitgegraven. Die zullen nu misschien bekend voorkomen, want ook in het project IJzerlaan, dat een aantal jaar geleden is uitgevoerd, zijn er al een aantal van die polderwanden uitgevoerd. En dat is toen op dezelfde manier, met dezelfde soort machines uitgevoerd. Dus hoe gebeurt dat, zo'n polderwand? Eigenlijk wordt met een grote grijper worden er grote sleuven in de grond gegraven. Dus dat is echt, de grond wordt echt weggegraven. En de grond wordt dan opgevuld met bentoniet. Dus er wordt een grote sleuf gegraven, die wordt gevuld met bentoniet om die sleuf stabiel te houden. Dan, als de sleuf volledig gegraven is, wordt die bentoniet nog eens ververst. Worden er wapeningskooien in die sleuven gelaten en wordt eigenlijk de sleuf opgevuld met beton. En zo krijgen we eigenlijk heel diepe, gewapende betonnen wanden, die tot, in ons geval tot 30 meter diep gaan en die dan dienen als zijwanden om de verdiepte er een tussen aan te leggen. Dit is de werfzone iets meer richting Schijnpoorten. Dus we zien hier Schijnpoort, hier is het Sportpaleis. Dus opnieuw het bruin is eigenlijk allemaal werfzone. Het grijs zijn werfwegen. Hier is een bentonietcentrale voorzien en hier is ook een bentonietcentrale voorzien. Ook in deze zone gaan we al een aantal polderwanden aanleggen. Die zijn hier in die dunne zwarte lijn weergegeven. En de keer dat die zijn aangelegd, gaan we hier dan ook starten met de bouw van de tijdelijke snelweg. Dan gaat mijn collega jullie verder nog iets vertellen over hoe dat werf er gaat uitzien als die tijdelijke snelweg gebouwd is. Ja, dank u Nathalie. Ik ga even het scherm overpakken. Kan jij nog laten weten dat je het ziet? Ik zie het, maar nog niet in presentatiemodus. Ja, ja, nu normaal wel. Ja. Oké, goedenavond iedereen. Dus Nathalie heeft jullie daarnet uitvoerig verteld hoe dat alles in zijn werk gaat tot en met de bouw en de ingebruikname van de bypass. Vanaf 2024 plannen we dus de bypass in gebruik te nemen. Hetgeen dan de baken stelt voor de volgende fase in onze bouwwerken. Dat wil dus zeggen dat we op dat moment gaan we op de tijdelijke ring rijden. En krijgen we op die manier ruimte vrij voor de verdieping van de hoofdwerken en de uitvoering van de hoofdwerken. Nu, dit plan, ook hier, het gaat een beetje hard in detail. Ik probeer jullie de essentie ervan mee te geven. Hier in het grijs, doorschijnende, zie je dan de bypass lopen. Dus die loopt langs het Albertkanaal verder door om dan de kruising te maken richting het noorden. Het donkergrijze dat je ziet, het overlapt een beetje. Dat is omdat het werfwegen zijn die onder de bypass zullen komen te liggen. En het donkerbruine dat u hier ziet, dat is dus de zone die dat we op die manier vrijmaken voor het verdiepen van de nieuwe ring. Dus dat is waar dat die diepwanden, zoals Nathalie er net beschreef, voor dienen. Dus dat we die aan beide kanten kunnen zetten, zodat we dan de verdieping kunnen beginnen uitvoeren. Dat wil dus zeggen, zoals u hier ziet, dat er een werfweg langs de oostzijde van de definitieve ring ligt, dus onder de bypass. En dan hier aan de andere kant tussen het Loobroekdok en tussen de ring. Misschien al even anticiperend op de vraag. Ik zag dat Dirk al een vraag had gesteld over het in dienst blijven van, van de fietsbrug IJzerlaan. Die blijft steeds in dienst. U ziet dat de bypass hier rakelings langskomt. We hebben daar een interactie met het laagste deel van de aanloophelling. En omdat die interactie er is, wordt die aanloophelling tweemaal verplaatst. Dus die zal een aantal keer verplaatst worden op zo'n manier dat die wel in dienst blijft en dat de fietsverbinding gegarandeerd blijft. Een beetje verder naar het zuiden dan ziet u hier, we lopen verder door en komen aan het Schijnpoortweg met hier het Sportpaleis. De werfwegen die stoppen dan op dit punt hier en aan de westzijde lopen ze verder door. De bypass ziet u hier iets beter in de doorschijnende kleur.
Die loopt dan zo verder door. Met dus ook in die zone geluidsschermen langs de oostkant. Oké, dan in dwarsdoorsnede, heel principieel, betekent dat dan het volgende. In de huidige situatie zoals we vandaag de dag hebben, is dit het viaduct van Merksem. Links het IJzerlaankanaal en Zwijkdam. Rechts het Albertkanaal. In eerste instantie zullen we de bypass opschuiven naar het oosten, dus meer richting het Albertkanaal toe. Dat wil zeggen dat we dus het deeltje van het bestaande viaduct, dat hier ter hoogte van de kraan staat, dus dat we in de vorige print het linkse deel, dat we dat dus in deze fase kunnen afbreken om dus ruimte te maken voor de definitieve hoofdwerken. Uiteindelijk dan, als alles klaar is, dan breken we de bypass terug af. Dus de zone die dat hier dan rechts van de definitieve werken is, die komt vrij. En in dit geval zitten we hier ook net in de parkverbinding. Dus hier ziet u dan de definitieve verdiepte ligging van de ring. Met de afsplitsingen naar kanaalzonetunnels, naar de haven en de afsplitsing naar het noorden. Nu ziet dat een planning eruit. Nathalie heeft daarnet alleen een ander toegelicht. Ik herhaal een aantal zaken en voeg nog wat toe. Eind vorig jaar in november hebben we de omgevingsvergunning gekregen voor de hoofdwerken. Dus dat wil zeggen dat de definitieve toestand daar vergund is. Natuurlijk, om die werken te kunnen doen, moeten er ook een heel aantal vergunningen aangevraagd worden. Zijn er de vergunning om de werken effectief te kunnen uitvoeren? Dus met de tijdelijke zaken die we daarvoor nodig hebben. Op die manier is er als eerste voorafgaand werk is er dit jaar in mei zijn de nutswerken aan de Groenendaal aangestart. En hebben we de vergunning ingediend voor de eerste voorafgaande werken in het noorden, tussen Groenendaal aan en tussen Mazuren. In het najaar proberen we of trachten we daarmee te starten. Als ook dienen we dan de volgende vergunning in, zijn de vergunning voor de bypass. En starten we met de nutswerken ter hoogte van Schijnpoortweg. Om dan ongeveer een half jaar later de vergunning voor de bypass te bekomen en dus ook die in uitvoering te zien gaan. Dat wil zeggen voorjaar 2022. In 2024 nemen we dan de bypass volgens de planning in dienst. Het in dienst nemen van de bypass betekent dan tegelijkertijd ook dat we kunnen starten met de afbraak van de bestaande ring. Om dus ruimte te maken om gedurende de volgende jaren de verdieping te doen en de definitieve ring aan te leggen. In 2029 dan uiteindelijk plannen we af te ronden met de definitieve werken. De definitieve wegen is dus dan nemen we de vernieuwde ring in gebruik. Hetgeen dat dan op zijn beurt ook weer het teken is om de bypass af te breken. We rijden op de definitieve ring, dus de bypass is op dat moment niet meer nodig. En eenmaal dat die afgebroken is in 2030, is dan de volledige Oosterweelverbinding klaar. Nu heel kort over de impact van de werken. Natuurlijk, we gaan werken doen en er zal impact zijn. Nu, om die impact zo goed mogelijk in kaart te houden en goed mogelijk te monitoren, zal er een vrij uitgebreid meetnetwerk uitgezet worden. Dat wil zeggen dat we luchtkwaliteit gaan meten, mobiliteit, files, trillingen, geluid, al die zaken die worden allemaal continu opgemeten tijdens de werken. Dat zal een onafhankelijke partij doen die dat dan de resultaten aan ons doorgeeft. We zullen met die metingen ook al op voorhand beginnen. Dus we gaan voordat we aan de werken starten, gaan we een aantal metingen uitvoeren om zo'n referentiemeting te hebben waarmee dat we kunnen vergelijken. Dat laat ons toe dat als we tijdens de werken bepaalde waarden overschrijden of dreigend overschrijden, dat we daar tijdig van verwittigd worden en dat we de nodige maatregelen kunnen doen om enige negatieve invloed van die overschrijding of nakende overschrijding te kunnen tegengaan. Qua mobiliteit dan, ook hier de belangrijkste verandering misschien is de bypass die dat u hier dus vanaf de verbinding met E313 richting het noorden over het Albertkanaal, over de Groenendaallaan tot aan de Mazurenbrug. Dat is de zone van de bypass. Daar gaan we over naar een 3+4. Dus dat wil zeggen 3 rijstroken richting het zuiden, komende van Nederland, en 4 rijstroken richting het noorden.
Daarnaast hebben we dan aan het complex, sorry, het complex Merksem dat u hier ziet, dus het complex aan de Groenendaallaan. Daar sluiten we de op- en de afrit van het noorden, sluiten we daar af. Dus er zal nog een afrit zijn komende van de bypass richting noorden naar de Groenendaallaan. En een oprit komende van de Groenendaallaan richting het zuiden. Dit tijdens de werken. Hetzelfde aan de Schijnpoortweg. Na de werken wordt dat een volledig aansluitingscomplex waar dat we dus in twee richtingen zowel een oprit als een afrit hebben. Dus dit vooral beide aan de Groenendaallaan als ook aan de Schijnpoortweg. En dan het onderliggend wegennet. Ook nog heel even over, iets over zeggen. We hebben hier de Groenendaallaan. Uiteraard, we gaan ook de Groenendaallaan aanpakken. Daar komt ook een kap over om dat allemaal te vergroenen. Daar zullen het uiteraard ook werken voor zijn. Nu, daar is het principe, en dat houden we ook aan, dat ook daar het verkeer ten alle tijde in dienst blijft. Dus de Groenendaallaan blijft open. We gaan die hoogstens voor het zonderlijke werken heel korte tijd afsluiten. Zij het dan vooral 's nachts, als het nodig is, bijvoorbeeld het inrijden van een brug. Maar in het algemeen blijft de Groenendaallaan open. Hetzelfde geldt voor de Schijnpoortweg. En we zullen dus af en toe in functie van de werken het verkeer wel eens moeten rondleiden naar de linkerkant of de rechterkant van de Schijnpoortweg bijvoorbeeld. Maar de doorgang blijft dan altijd open. Het tramverkeer aan de Schijnpoortweg wordt onderbroken. Dan als laatste moet ik nog aanvullen de vaartkaai. De vaartkaai, dat is een heel drukke as vandaag de dag. Nu, u ziet onze werken, de bypass loopt daar in principe al door. Komt er ook nog eens bij dat dan de belangrijke afsplitsing vanaf de ring richting de Oosterweelknoop en de Nieuwe Scheldetunnel, dat die zich ook hier situeert. Dus die kruising of die afsplitsing van die twee belangrijke doorgaande aders, die situeert zich ter hoogte van de vaartkaai. Komt ook nog eens bij dat we zoveel mogelijk transport via het water willen doen. Dus we zullen aanmeerlocaties nodig hebben die zich ook daar zullen situeren. Wil dus zeggen dat het daar een heel drukke zone gaat worden in onze werf. Om de veiligheid te kunnen garanderen en ten alle tijde ervoor te zorgen dat de doorgang op een veilige manier kan gebeuren, hebben we besloten dat we daar de vaartkaai onderbroken. Dus daar kan op dat moment geen verkeer meer rond. Het is daar te druk met te veel gevaarlijk werkverkeer. Oké, dat brengt mij bij het stukje over communicatie. En dan geef ik het woord aan Bojan. Ik ga het nog even doen naar Wouter en daarna ga ik even naar Bojan. Communicatie is een heel belangrijk aspect van dit toch wel complexe project. En veel mensen zijn op zoek naar informatie. En we zetten dan ook een hele waaier aan middelen in. In de eerste plaats is er... we maken een onderscheid tussen de meer algemene informatie en de buurtgerichte informatie. Wat die algemene informatie over het project betreft, kan je heel veel terugvinden op onze website oosterweelverbinding.be, die dat we trouwens volledig gaan vernieuwen, zodat het voor iedereen nog gemakkelijker wordt om de informatie te vinden naar waar die op zoek is. Ook sociale media zetten wij uiteraard in. En vooral ook om over de algemeenheid van het project te communiceren. Maar je vindt er ook een blik achter de schermen op de werven, veel beeldmateriaal om echt heel goed te kunnen volgen. Volg je ons nog niet, hierbij een uitnodiging om dat wel te doen. En ben je minder into de sociale media, is er ook nog onze nieuwsbrief die om de paar weken verstuurd wordt. Daarvoor kan je inschrijven op onze website oosterweelverbinding.be. Je moet geen schrik hebben dat we gaan spammen. We bundelen de informatie en we zorgen ervoor dat die ook steeds relevant is. Dus ja, schrijf je gerust in. En daarnaast is er de meer buurtgerichte informatie. Heb je zelf vragen? Word je geconfronteerd met iets? Dan kan je die steeds stellen via info@atlantis.be. Daar zit een heel team achter die vragen opvolgt. We hebben er ook een ticketsysteem in, dus die vragen gaan zeker niet verloren. Die worden opgevolgd en wij trachten om daar steeds zo snel mogelijk ten gronde een antwoord op te formuleren. Dan zijn er de webinars, zoals die van vandaag, waarbij we een bepaalde buurt uitnodigen om echt in detail te gaan op welke waarmee dat zij het meest geconfronteerd gaan worden. Wij hopen natuurlijk dat we binnenkort terug
live naar jullie en de andere buurt kunnen trekken, want een face-to-face gesprek en het antwoorden live is toch altijd nog een andere dimensie. En we zijn uiteraard van zodra dat de maatregelen het toelaten van plan om terug meer de wijken in te trekken. Al gaan dit soort webinars maar zeer waarschijnlijk wel gaan blijven bestaan, want we merken dat we daar ook wel een publiek mee bereiken die op die manier een antwoord vindt op zijn noden. En dan zijn er de bewonersbrieven. Daar kan je een voorbeeldje van zien, rechts onderaan. Dus zie je een brief die er zo uitziet in je brievenbus, dan bevat die informatie die voor jou buurt of zelfs misschien zelfs straat van belang is. En die bekijk je dus beter eventjes. Dat is het wat deze slide betreft. Wouter, ik denk dat jij aan de knoppen zit. Ja. Voordat wij dan overgaan, want we hebben wel wat vragen die zijn binnengekomen in de Q&A, gaat Bojan eerst ingaan nog eens op de meest gestelde vragen van de vorige webinar. Neem nog zeker tijdens de komende 5 minuutjes, schat ik, de tijd om ook je eigen vragen te formuleren, want binnen daarna gaan we de vragen die zijn, vandaag zijn binnengekomen samen overlopen. Bojan, dat is aan jou. Ja. Goede avond iedereen. Ik hoop, kunnen jullie mij ook zien? Ik hoop het wel. Ja, super. Ja, goedenavond. Ik ben een collega van de Anke bij de communicatiedienst van Landis. En we hebben eens gekeken bij de vorige webinar wat de meest gestelde vragen waren. En we hebben er ook een beetje op verder gewerkt om toch iets meer informatie erover te krijgen. De meeste vragen die gingen namelijk over de uitvoering. Dus eigenlijk tijdens de hoofdfases van de werken. Hoe dat precies georganiseerd gaat zijn. Hoe zal het werkverkeer rijden? En wat betekent dat eigenlijk vooral voor de buurt? Dus ik ga dadelijk daar iets meer over vertellen. Nu, dat is nog volop in ontwikkeling, dus die zaken zijn nog niet helemaal uitgeklaard. Maar er zijn toch al enkele principes die zeer waarschijnlijk zijn. En we willen die toch graag heel even met jullie al brengen, zodat jullie daarvan op de hoogte komen. Graag de volgende slide, alstublieft. Ja, dankjewel. Dus hier zien we een ontwerp van een uitvoeringsplan tijdens de hoofdwerken. Dus op het moment dat eigenlijk de bypass in gebruik is. En dat we eigenlijk de rest van de ring aan het bouwen zijn en aan het verdiepen zijn. Ik ga heel even ons helpen om wat te oriënteren. Dus onderaan, of ja, misschien kan Wouter mij helpen met het aan te duiden, zien we de IJzerlaan. Met het IJzerlaankanaal, dat dan verder de bocht maakt naar rechts richting de Slachthuislaan. We hebben tussen die twee stukken van het IJzerlaankanaal hebben we de Bredastraat. Dus de Bredastraat die richting het noorden loopt naar het bedrijf Noesa en waar men ook rechtsaf kan afslaan richting de Merksemse straat. En de spoorlijn, die eigenlijk de scheiding vormt tussen Steenborgerweert en Dam achteruit. In het noorden dan hebben we het Albertkanaal. En ja, daar eigenlijk, ja, aan de rand van de kade zien we die donkergrijze wegen, wat eigenlijk de werfwegen worden. En de zones waar dat eigenlijk ook de werf wordt van die werken. Ik ga heel even switchen, dan gaat het iets makkelijker maken. Momentje. Zo. Dan gaat het iets vlotter maken. Voilà. Dus we hebben hier dus de Bredastraat. Dat denk je ook meteen de toegang vormt naar de werfzone voor een deel van het transport. En eigenlijk de Bredastraat die gaat ongeveer ter hoogte van het bedrijf Noesen gaat het geknipt worden. Dus en daar komt een poort dat eigenlijk een toegang vormt tot de werf voor een deel van de transporten. Niet zozeer voor de transporten, maar vooral voor leveringen en andere zaken. Dus het,
een deel van het verkeer naar de werf gaat wel via die Breda straat rijden en gaat vervolgens hier zich moeten aanmelden. Kunnen ze dan de werf oprijden? Kunnen ze daar hun werk doen? En vervolgens kunnen ze de werfzone weer verlaten via een uitgang langs deze kant. En kunnen ze zo uitrijden en terug van de werf gaan. Hetzelfde ook aan de kant van het Aziadok. Dat wordt ook helemaal afgesloten. Dus eigenlijk heel de Bredastraat en de onderdoorgang onder de Noorderlaanbrug, dat gaat eigenlijk volledig voorbehouden worden voor de werf. Dus eigenlijk betekent dat de volledige ontsluiting van heel Steenborgerweert en ook van de Merksemse straat gaat volledig via de kruising van de Bredastraat met de IJzerlaan moeten gebeuren. Dus dat wil ook zeggen dat er bijvoorbeeld een aangepaste lichtregeling moet komen in deze zone om dat verkeer te kunnen verwerken. En dat ook de circulatie van hier, van Steenborgerweert, dat die ook gaat omgedraaid worden. Bijvoorbeeld dat er in dit stuk van de weg, dat dubbelrichting moet worden. Zodat eigenlijk ook het verkeer richting Steenborgerweert, dat het eigenlijk hier linksaf kan slaan en dan de bestemming kan bereiken en ook dat het kan terugkeren via diezelfde weg om het te gaan verlaten. We hebben het eerder ook al gehad over de werken aan de ring, die dus in deze zone gaan gebeuren en eigenlijk het verdiepte gedeelte dat dan in de nog iets donkerdere kleur hier wordt aangeduid. Maar we hebben ook de werf van de kanaaltunnels, dus zijn de tunnels hier die eigenlijk richting de haven en het Noordkasteel gaan. En die denk ik een ontbrekend stuk van de ring gaan voorzien. En dus ook langs deze kant komt er eigenlijk dus ook een afscheiding, een afsplitsing van die bestaande ring met tunnels die zo richting de haven lopen. Dus ook in deze zone worden er grote werkzaamheden uitgevoerd. Dan dichter naar de Merksemse straat toe. Dus hier is de Merksemse straat. Dus eigenlijk de werf gaat hier afgesloten zijn ten opzichte van de Merksemse straat. Dus in tegenstelling bijvoorbeeld tot eerdere werken, bijvoorbeeld ook tijdens de werken voor de herhaling van de IJzerlaan, reed er werfverkeer door de Merksemse straat. Dat gaat nu niet langer het geval zijn. Er komt geen ingang tot die werf via de Merksemse straat. Dus die wordt eigenlijk volledig gevrijwaard van werfverkeer. Aan de rand van die werf komen wel enkele bentonietcentrales. Dat is daar net heel kort aan bod geweest, maar ik denk dat we er straks nog iets dieper op kunnen ingaan, wat dat precies inhoudt, zo'n bentonietcentrales. Er komen er ook de werfwegen die ervoor moeten zorgen dat alle activiteiten op de werf kunnen verlopen. Wat het transport betreft, ik sprak al over een poort, een toegang die er aan deze zijde is. Er komt ook een andere ingang, ook op de hoogte van de Denderstraat ongeveer. Dus we hebben hier, als men de Samberstraat en de hoek met de café Welkom heeft, rijdt men vandaag zo rechtdoor richting de IJzerlaan fietsbrug naar de overzijde. Dus eigenlijk aan de Denderstraat, dus dichter bij die leegstaande gebouwen op de hoek, komt er ook een werf in- en uitrit om op die werfwegen te geraken. Dus de andere transporten die over de weg moeten gebeuren, gaan eigenlijk voornamelijk langs deze kant gebeuren. Maar we zitten hier natuurlijk ook met heel veel puin en grond en ander soort materiaal dat moet afgevoerd worden. En dat gebeurt via het Albertkanaal. Dus we hebben hier die zones bijvoorbeeld die hier aangeduid zijn met stippenlijnen, die telkens die kaders. En dat zijn eigenlijk locaties waar dat een duwbak, dus dat is eigenlijk gewoon een grote bak, gaat worden volgeladen met bijvoorbeeld de grond die hier wordt uitgegraven. En vervolgens wordt dat meteen per schip afgevoerd. Dus we gaan niet bijvoorbeeld hier ergens in de werfzone grote hopen aarde gaan maken die voor stof en overlast kunnen zorgen. Dus dat zijn, dat gaat niet het geval zijn. Die grond wordt eigenlijk meteen afgevoerd per schip. Dus dat zijn voorlopig
de zaken die we hierover kunnen vertellen. Dus sowieso gaat hier op dit plan nog verder gewerkt worden. Gaat die werfinrichting nog concreter worden en kunnen we daar op een later moment zeker nog eens op terugkomen. Dan ga ik heel even vragen om aan Wouter om terug het deel van de presentatie terug te hernemen. Dan gaan we kijken naar de volgende type vragen die vooral aan bod zijn gekomen vorige keer. Ja. Dus de andere vragen die we vorige keer heel veel vragen over gekregen hebben, dat was over de mobiliteit tijdens de werken. Dus hoe gaat de verkeerssituatie in elkaar zitten terwijl dat die ingrijpende werken worden uitgevoerd? Ja, daarnet zijn enkele principes aan bod geweest. Hè. Dus we hebben die bypass die langs de ring komt, die eigenlijk één rijstrook minder gaat hebben als men van richting Nederland komt en naar het zuiden rijdt. Die gaat dus één rijstrook minder hebben dan vandaag het geval is. In de omgekeerde richting hebben we wel, dus als men van het zuiden naar het noorden rijdt, gaat men altijd wel over die vier rijstroken kunnen beschikken. Dan ter hoogte van Merksem worden de op- en afritten gehalveerd ten opzichte van vandaag. Dus vandaag kan men aan de Groenendaallaan zowel richting Nederland oprijden als richting het Sportpaleis. Maar tijdens de werken gaat dat niet het geval zijn. Gaat men bijvoorbeeld niet richting Nederland kunnen oprijden en ook niet afrijden als men van Nederland komt. Maar men gaat wel nog altijd richting Sportpaleis kunnen en ook afrijden als men van het Sportpaleis gaat komen. Dus die rijbeweging wordt wel nog mogelijk gemaakt. De beweging naar het noorden, dus richting Nederland, die gaat eigenlijk gebeuren via de Noorderlaan en aan het complex Ekeren. Dus daar aan die op- en afritten gaat men wel nog kunnen naar Nederland of van Nederland rijden. Dan uiteraard aan de enkele plaatsen waar het de ring de bestaande wegen kruist, gaat er natuurlijk ook wel impact zijn van die werken. En bijvoorbeeld aan de Groenendaallaan gaat dat het geval zijn. De Vaartkaai, daar gaan we ook een stuk knippen en wordt dat lokaal omgeleid naar de Groenendaallaan, omdat de Vaartkaai gaat voorbehouden worden voor de werf en ook om het werfverkeer ervoor te gaan zorgen dat dat niet via de bestaande weg moet rijden. En ook aan Schijnpoort, dus de hoogte van het Sportpaleis, ook daar zal er natuurlijk wel impact zijn van de werken, omdat we daar gewoon een volledig nieuwe situatie moeten bouwen. Dus dat is de concrete impact die die werken gaan hebben. Nu, natuurlijk, er worden een hele hoop maatregelen daar tegenover gesteld om ervoor te zorgen dat die hinder beperkt wordt. En al die maatregelen die genomen worden, die worden ook nog eens gemodelleerd. Dus we werken met dus een verkeersmodellering. Dus we gaan eigenlijk kijken wat is de bestaande situatie van het verkeer. Bepaalde capaciteit verdwijnt of is niet beschikbaar. Wat betekent dat? Waar vormen er zich problemen en hoe kunnen we die gaan opvangen? Dus een van de grootste maatregel sowieso die we nemen om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk gehinderd wordt, is eigenlijk de bouw van die bypass. Op die manier krijgen we gewoon een heel stabiele situatie gedurende de jaren dat we moeten werken. Dus dat betekent dat we eigenlijk een situatie introduceren en dat die eigenlijk heel lang van toepassing blijft. Dus er zijn minder fasewissels, dus het verkeer verandert niet continu, wordt niet continu met een nieuwe situatie geconfronteerd. En dat maakt het gewoon veel eenvoudiger en duidelijker. Een andere grote reeks maatregelen die we nemen is dat werfverkeer. Zoals gezegd gaan we ervoor zorgen dat dat zo min mogelijk via de bestaande wegen nog bijkomende problemen moet gaan creëren. Die transporten en zo bijvoorbeeld gaan we maximaal via het water gaan gebeuren. Ook dat werfwegenstelsel dat voorzien wordt, zorgt er gewoon voor dat die bewegingen vlot kunnen gebeuren en dat eigenlijk de bestaande wegen niet nog meer worden onder druk komen te staan. En een andere soort maatregel, en dat is eigenlijk de grootste en de meest ingrijpende maatregel ook wel dat we doen, naast de bypass, is ervoor zorgen dat we alternatieve
gaan versterken en gaan uitbouwen. Een deel van het verkeer dat zich vandaag op het wegennet bevindt, daar gaan we voor zorgen dat die gewoon ook andere opties krijgen, zodat ze die alternatieven kunnen gebruiken en dat er op die manier toch iets van capaciteit vrijkomt dat dan gebruikt kan worden door de voertuigen die echt geen andere optie hebben. Concreet is dat uiteraard personenvervoer. Maatregelen die de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. Concreet voorbeeld daarvan zijn enkele park en rides bijvoorbeeld, die worden uitgebouwd, die ervoor kunnen zorgen dat bezoekers van Antwerpen of mensen die in het centrum moeten komen, dat die gewoon heel vlot kunnen overstappen op het openbaar vervoer of op de fiets, om die laatste kilometers naar hun eindbestemming zo vlot mogelijk te gaan doen en opnieuw ervoor te zorgen dat ze niet de bestaande wegen bijkomend gaan belasten. Andere maatregelen daarvoor zijn bijvoorbeeld ook de fietsinfrastructuur. We gaan kijken naar de bestaande fietsinfrastructuur, waar er knelpunten zijn, waar zaken beter en veiliger kunnen verlopen dan vandaag het geval is. En we gaan ook uiteraard nieuwe fietsinfrastructuur gaan bouwen. Belangrijk om te weten is, parallel met die Oosterweelwerken gaan er ook nog doorlopend andere types werken gebeuren, dus die ervoor gaan zorgen dat die alternatieven uitgebouwd worden. Dan zijn er nog andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een deelfietsensysteem voor elektrische fietsen, dus dat ook, zodat men ook vanuit de rand van verder af ook een fiets kan nemen en op die manier naar Antwerpen of omgekeerd kan verplaatsen. We doen dat voor personenvervoer, dat is één manier. Maar andere zaken zijn bijvoorbeeld ook voor goederenverkeer. Gaan we bijvoorbeeld ook gaan kijken, bijvoorbeeld door overslagplekken te gaan creëren, waarbij containers kunnen naartoe gebracht worden en zodat die dan buiten de spitsuren, dus op verkeersluwe momenten of 's nachts, kunnen opgehaald worden en vervolgens kunnen afgevoerd worden. Dus dat waren de meest gestelde vragen van de vorige webinar. Dan kunnen we nu denk ik overgaan tot de vragenronde. Oké, dit heeft waarschijnlijk al ook een en ander verduidelijkt, maar we gaan eens kijken naar de vragen die er in de loop van de avond zijn binnengekomen. Ik ga starten op een chronologische manier in de eerste plaats en ik kijk naar de vraag van Wouter van Mol. Hij zegt, de nieuwe Oosterweelsleuf ligt onder de huidige viaduct, werd zojuist gezegd. De nieuwe Oosterweelsleuf ligt toch quasi volledig naast de huidige viaduct, meer bepaald tussen de viaduct en Wijk den Dam. Kan dit toegelicht worden, AUB? Nathalie of Wouter, is dat iets dat jullie kunnen opnemen? Ja, ik ga het figuurtje er terug bij nemen. Dat praat iets makkelijker. Reageert een beetje traag. Ja. Dus hier, het is niet heel makkelijk te zien, maar je ziet u in het lichtgrijze, ziet u hier de bestaande ring. Dus dat is hoe het vandaag de dag is. En wat u hier vandaag ziet, bijvoorbeeld van noord naar zuid, is misschien makkelijker, u ziet hier de twee rijrichtingen. Dus richting zuid is deze. Die loopt gewoon door en die loopt langs de bypass heen. Verder door naar het zuiden toe. Dus dat klopt. Het klopt dat we die gaan afbreken, want die hebben we dus niet meer nodig op het moment dat we op de bypass zitten. Maar richting noord ziet u dit stuk. Dit komt onder de bypass te liggen. Dus dat stuk dat gaan we wel hergebruiken. Dus kort samengevat, het stuk aan de kant van het Albertkanaal van het huidige viaduct moeten we houden om de bypass op te zetten. Het stuk aan de kant van de dam van het viaduct, dat moeten we afbreken. Dus op zo'n manier dat we ruimte krijgen voor de definitieve verdieping. Dus dat wil zeggen dat die definitieve verdieping die komt onder de linkerhelft van het viaduct te liggen. Dus enkel de helft van het viaduct richting zuiden. Dus deze die dat hier in het lichtgrijs ziet, die moet afgebroken worden, want die interfereert met de definitieve werking. Het deel richting noorden kan behouden blijven. En dat doen we dan ook om daar de bypass op te zetten. Om zo weinig mogelijk nieuwe dingen te moeten bouwen.
nieuwe tijdelijke zaken te moeten bouwen. Dus we gaan zo ver mogelijk naar de zijkant als nodig is, maar ook niet verder dan dat. Misschien nog even aanvullen. Dus, meneer heeft deels gelijk. De nieuwe ring ligt deels naast het bestaande viaduct, maar ook een stukje onder het bestaande viaduct. Wouter, ik hoop dat dit een antwoord was op jouw vraag. Ik kijk verder de vraag van Dirk Praat over de fietsbrug. Die is ondertussen beantwoord geweest door Wouter, denk ik, daarnet nog tijdens de sessie zelf. Die van Joko ook. Dan gaan we even verder kijken. Kan er een scherm van snelgroeiend groen worden aangeplant rond de werfzone, zodat al zeker de bewoners van de Merksemse straat worden beschermd tegen stof en andere overlast? Nathalie of Wouter? Ja, ik denk dat inderdaad een goede suggestie is. En we zijn nu ook nog bezig met niet enkel aan de Merksemse straat, maar eigenlijk aan alle randen van onze werfzones te kijken hoe dat we die randen van onze werfzones het beste kunnen afschermen. En waar dat we inderdaad eventueel met snel groeiend groen of op andere manieren die werf zo goed mogelijk kunnen afschermen van de omgeving. Dus ik denk dat zeker inderdaad een goede suggestie is. En dat is zeker ook iets waarnaar dat we aan het kijken zijn. En dat we, ja, dat we nog verder moeten uitwerken. En waar dat we dan zeker ook nog gaan op terugkomen als we daar meer concreet iets kunnen over vertellen. Oké, dan ga ik ineens verder met een andere vraag van Joken in hetzelfde thema. In de vergunning is er boscompensatie voorzien. Allee, een beetje het groene thema, niet helemaal hetzelfde thema. Voorzien jullie boscompensatie in de zone tussen Schijnpoort en Albertkanaal? In de vergunning is inderdaad boscompensatie voorzien. In de vergunning is ook, zijn ook de zones aangeduid waar dat bos juist moet gecompenseerd worden. Nu, ik ken ze niet van buiten. Ik denk niet dat er zones echt in de stad in zitten. Bos moet ook aan een aantal specifieke vereisten voldoen. Het is niet omdat we geen boscompensatie voorzien in die zone tussen Schijnpoort en het Albertkanaal, geloof ik, dat het er niet veel groener gaat uitzien. Hè. We hebben in het begin die beelden gezien van hoe dat de situatie na de werken zal zijn. Dus we gaan daar die overkappingen doen, we gaan daar die parkgebieden inrichten. Daar komen ook zeker bomen op. Dus het wordt misschien niet geclassificeerd als bos, maar de eindsituatie met die ingerichte parken, met die bermen, zal wel een veel groenere situatie zijn als dat vandaag het geval is. En hoe zit dat met de geluidsschermen geplaatst ter hoogte van de dam? Waar wel, waar niet? Hebben jullie daar een zicht op dat jullie nu kunnen laten zien? Of is dat iets dat we in de lijst, de schriftelijke antwoorden, best in detail opnemen? Ja, we hebben nu niet direct een plannetje van waar er geluidsschermen komen. Nu in de zone langs de wijk Den Dam ligt het viaduct dat het dichtst tegen de woning ligt, is eigenlijk een deel van het bestaande viaduct van Merksem. Dus zoals Wouter op dit plannetje daar juist ook heeft laten zien, we bouwen een nieuw viaduct hier eigenlijk tussen het bestaande viaduct van Merksem en het Albertkanaal. Dus daar komt het nieuwe stuk. Het stuk het dichtst langs de woningen blijft het bestaande viaduct van Merksem. En daar kunnen we eigenlijk geen geluidsschermen op voorzien. Nu, dat wil zeggen dat de tijdelijke snelweg komt iets verder van de woningen. Dat kon je ook zien op die doorsneden die verder in de presentatie nog zitten. Dus de snelweg ligt iets verder van de woningen. En bovendien zal er ook op de nieuwe snelweg overal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Wat eigenlijk ook wel een grote impact heeft op het geluid. Er zal trouwens op de nieuwe snelweg, want ik denk niet dat we dat gezegd hebben, ook trajectcontrole voorzien worden, zodanig dat we ook kunnen garanderen dat er ook effectief maar 70 km/u zal gereden worden. Dus al die zaken zullen ook wel een positieve impact hebben op het geluid. Oké. Dan gaan we verder. Als we dan over geluid hebben en meten is weten. Wouter van Mol vroeg, worden de data van de metingen van de overlast publiek gemaakt? Wouter of Nathalie? Ik zal deze antwoorden. We gaan dat door een onafhankelijke partij laten doen. Dus zij gaan eerst de data aan ons overmaken. Dat zullen vrij gedetailleerde zaken zijn. Dat moeten we nog afspreken. Maar ik denk dat het wel nuttig kan zijn om bij tijd en stond ook die zaken met jullie te delen. Maar we gaan dat natuurlijk op zo'n manier doen dat dat wel inzichtelijk is en dat we jullie niet gewoon overladen met data waar dat je niet aan uit kunt. Oké, dankjewel.
de opmerking van... Boja, wou jij iets toevoegen? Want ik zie je niet verschijnen. Ja, anders zal ik de vraag van Leentje of de opmerking van Leentje in verband met het stof, de stofhinder, onder meer aan de Merksemse straat die er geweest zijn, om dat te vermijden. Dus een deel van die vraag is beantwoord geworden door het feit dat we gaan geen transporten niet meer laten gebeuren doorheen de Merksemse straat en doorheen die buurt. En ook de grond die er is, die gaan we ook meteen laten afvoeren. En tenslotte wordt ook nog aan de aannemer opgelegd dat hij maatregelen moet nemen om stofhinder tegen te gaan. Dus ook tijdens de graafwerken en dergelijke worden er maatregelen voorzien om ervoor te zorgen dat die stofhinder zo minimaal mogelijk is. Oké. Dankjewel voor deze toevoeging. Dan gaan we verder kijken. Ik zie hier nog een heel concrete vraag. Hoe lang blijft de vaartkaai onderbroken? De vaartkaai zal eigenlijk onderbroken zijn gedurende de hele duur van de werken. Dus zodra we eigenlijk starten met de voorbereidende werken, en dat zal dan eind dit jaar zijn, tot eigenlijk als we helemaal klaar zijn met de werken. En dat zal dan 2030 zijn. Juist daar aan de vaartkaai, ter hoogte van die waterzuivering van Aquafin, daar komen eigenlijk heel veel zaken samen. Hè. We hebben de tunnel van de R1 die daar onder het Albertkanaal gaat. We hebben ook de kanaaltunnels die daar vertrekken richting Oosterwilknoop. Dus daar komen een hele hoop tunnelconstructies onder het Albertkanaal. Daar zal ook heel veel grondoverslag zijn, want zoals Bojan heeft gezegd, willen we die grond allemaal via het water afvoeren. Dus eigenlijk alle grond die uit de tunnels in het noorden wordt afgegraven, wordt daar overgeslagen op schip, zodat die via het water kan afgevoerd worden. Dus dat wordt eigenlijk een zone waar heel veel werfverkeer, heel veel bedrijvigheid zal zijn. En daarom is er geoordeeld dat het eigenlijk niet veilig kan om daar dan ook nog verkeer of ook bijvoorbeeld fietsers door te laten. Dat is eigenlijk geen optie. Dus die vaartkaai zal eigenlijk voor gedurende de hele duur van de werk afgesloten moeten worden. Oké, duidelijk. Kijk, ik zie een paar vragen die te maken hebben met de betonietcentrale. Die komt dichtbij, onder andere het huis van Leentje. Wat mag zij verwachten van lawaai, vervuiling, verkeer? Hebben jullie daar een zicht op? Qua lawaai, zo'n betonietcentrale. In C is dat een conglomeraat, om het zo te zeggen, van een aantal zaken die dat er samen worden gezet. Dus dat het bentoniet dat naar boven komt uit de sleuf en dat vermengd is met zand, moet eerst opgeslagen worden. We kunnen dat niet allemaal zomaar ineens afvoeren. Dus er zijn bepaalde regels dat daaraan bij gepaard gaan. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat dat een zone is waar een aantal activiteiten moeten gebeuren om die diepwanden te kunnen bouwen. Nu, de grootste geluidsproductie die dat er vandaan komt, dat is de generator die dat daar staat. En die generator die wordt ingekapseld in een kast, in een geluidsdichte kast, die ervoor zorgt dat het geluid dat daar nog uitkomt zeer beperkt is. En dat is eigenlijk de grootste bron van geluid die dat daarbij gepaard gaat. Alle andere zaken, bijvoorbeeld bezinkingsbekkens of dergelijke, die dat er gebouwd worden, ja, daar is geen geluid. Dat komt daar niet aan te pas. Oké. Misschien nog ter aanvulling, want ik zeg ook dat er nog een vraag was naar het uitzicht. Maar Wouter, op de volgende slide stond ook een fotootje van zo'n bentonietcentrale. Dus dat hier linksonder op deze slide. Dus dat is inderdaad vooral opslag van een aantal materialen, zoals Wouter net heeft toegelicht. Oké. Dus mensen in de buurt kunnen nog rustig in hun tuin zitten tijdens de werken? Ja. Oké. En dus hoe groot zijn deze centrales? Dat kunnen we een beetje inschatten op die foto, maar daar zullen we zeker voor zorgen dat we daar, wanneer we nog eens terug naar jullie komen, dat ook duidelijk kunnen tonen. Dan gaan we verder naar Dirk Praat. Hij heeft een vraag hoe dat de communicatie met onze buurlanden over de Oosterwilwerken verlopen. Is dat iets dat Nathalie of Wouter kunnen beantwoorden? Of springt Bojan hier...
Dus dat doen we. Ja, we staan ook in communicatie met onze buurlanden. Ook om hen bijvoorbeeld aan te raden als er een fase is met veel hinder of als er gewoon files zijn, om aan te raden bijvoorbeeld om de Antwerpse ring te gaan vermijden. En dat gebeurt bijvoorbeeld door de tegenhangers van het Vlaams Verkeerscentrum. Dus dat is de instantie die eigenlijk gewoon de verkeersinformatie doorgeeft en ook aanraadt. Dus via die weg zorgen we ervoor dat ook de buurlanden ook ingelicht worden. Oké, dankjewel. Ik scroll even verder. Waarom kunnen op de huidige viaduct geen geluidsschermen worden voorzien? Het huidige viaduct is een vrij oud viaduct en is ook niet voorzien op die geluidsschermen en op die krachten van die geluidsschermen nu. Zoals ik daar straks heb toegelicht, we breken het stuk het dichtst tegen de woningen breken we af. Dus eigenlijk enkel het stuk het verst van de woningen blijft staan en daar komt dan nog een stukje naast verder van de woningen. Dus op zich schuift eigenlijk het viaduct op richting Albertkanaal en verder van de woningen. Dank je wel. Het is ondertussen 9 uur. Ik ben heel even nog aan het kijken of er iets is dat we best vandaag nog meepakken. Ik denk, Wouter zegt nog dat er veel aan kan qua data. We gaan ook zeker vaak nog naar jullie terugkomen met de nodige data. En dat vinden we belangrijk om daar zeker transparant over te zijn. De vragen die nu nog openstaan, daar gaan wij schriftelijk op terugkomen. In de lijst die we beloofd hebben, die dat op de website terecht gaat komen. We gaan jullie daarvan verwittigen wanneer dat het geval is. Hebben jullie nadien of nu of de komende uren, dagen, weken nog vragen of bezorgdheden? Deel ze met ons via info@atlantis.be. Blijf er zeker niet mee zitten. Maar we komen sowieso ook nog wel terug naar jullie in de komende maanden met dit soort gelegenheden of liefst van al, zoals ik al meegaf tijdens de infosessies fysiek bij jullie in de buurt. Bedankt iedereen om hier vanavond met dit mooie weer toch bij ons te zijn. Ik hoop dat jullie toch wat nieuwe inzichten hebben gekregen en dat er wat vragen of bezorgdheden zijn beantwoord waar dat jullie mee zaten. Dus ja, bel ons, mail ons, vraag ons wanneer het nodig is. Dat heb ik al meegeven. En ik wil ook uiteraard Nathalie, Wouter en mijn collega Bojan bedanken om hier deze toelichting te geven. En jullie horen nog van ons. Tot binnenkort en nog een fijne avond.